Dag aan alle maagden, welkom voor jullie maandelijkse algemene horoscoop voor de maand juni 2013. Het Pluto-Uranus vierkant, waar ik al vaak heb over gepraat, wordt terug geactiveerd gedurende de maand juni. En voor de maagden speelt alles zich af in het 11e huis. Het 11e huis is het huis van vrienden, het is het huis van de hoop. Het is ook het huis van onze wensen die we hebben op lange termijn. Dus Pluto en Uranus, dat vierkant, betekent dat er mogelijkheden zijn om uit te breken. Dat er mogelijkheden zijn om transformaties te maken op een diep niveau. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Vandaar dat het een vierkant is. Dat is altijd een gespannen aspect. Nu, de planeten Venus en Mercurius zijn daarbij betrokken. Die zijn nu in kreeft in uw 11e huis. En Mercurius is uw heerser. Dus heel belangrijk voor de maagden. Er zit een aantal... Dus alles wat dat te maken heeft met misschien vriendschappen. Oude vriendschappen of vriendschappen waarvan je zegt... Daar heb ik niks aan. Die je aan de kant zet om nieuwe toe te laten. Voor andere maagden kan het te maken hebben met aspiraties... aspiraties die je al lang had of bepaalde doelstellingen die je had in je leven die gewoon niet meer werken om nieuwe erin te plaatsen. Dus het 11e huis is eigenlijk een heel tof huis, is een heel interessant huis. Maak er gebruik van om die aspiraties te vernieuwen of die vrienden te vernieuwen. En ik wens jullie nog het allerbeste voor juni. Als je een veel uitgebreider detail horoscoop wenst, klik even op de link hier onderaan en dan kan je een privé consult een afspraak maken. Voor de rest het allerbeste en tot volgende maand.